ben Peter. Welkom bij Maak Dus Ik Ben. Vandaag gaan we iets heel anders maken. Vandaag gaan we een app maken. De eerste stap bij het maken van onze app is het verkrijgen van ons beeld. En de app is een onderdeel van een grotere app, maar wij gaan maar een heel klein appje maken. Dus eerst naar onze studio. Ik heb één foto nodig van het koekje zoals die nu is. En één foto nadat ik er enorm met mijn vinger op heb gedrukt. Nou, de foto's staan inmiddels op de computer. Het volgende wat ik moest uitvogelen was hoe ik de beelden van de computer op het YouTube filmpje krijg. Dus daar ben ik even mee bezig geweest. Maar inmiddels werkt dat. Als het goed is, kunnen jullie nu zien wat ik doe. Ik maak een app met MIT App Inventor. Dat is een gratis programma en dat werkt erg makkelijk. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel is dit. Dit is het scherm wat je straks ook op je telefoon gaat zien. Het tweede deel is hier bij Blocks. Hier ga je het programmeren doen. Maar we beginnen bij de designer en dat wordt het scherm. Wat we willen is dat het koekje wat we net gefotografeerd hebben, dat we eerst een plaatje zien van het hele koekje. Als we daarop drukken op het scherm, dan gaat het koekje kapot. Het koekje wordt dus een button, een knop. Dus we pakken hier aan de linkerzijkant een button. Dat slepen we hier naartoe. Tada, klaar. Vervolgens gaan we een formaat invullen. En ik denk dat ik er 200 pixels hoog doe. Dat is ongeveer vierkant, dus ik doe nog 200 pixels breed. Dan willen we hem in het midden hebben staan. Makkelijkst. Ja, ik snap dat dit best wel snel gaat, maar er zijn heel veel tutorials te vinden online hoe dit werkt. Dus dit is puur om te laten zien hoe makkelijk je een app kan maken. En niet echt een les van zo maak je apps. Kijk, we willen er geen tekst in, want we willen er een plaatje in. Nou, dan gaan we het plaatje opzoeken. Oh ja, dat is dan weer niet handig. Ik denk dat... Ja, oh kijk, dat is het. Tada! Nou, hier hebben we het koekje al in beeld. Oh, laten we ook even een andere naam geven. Koekje. We hebben het koekje nu in beeld, maar we willen ook het plaatje van het kapotte koekje. Dus daarvoor gaan we een image toevoegen. Dat wordt ook 200 bij 200. Nee, die groter volgens mij was die iets te... Oké, dat wordt even experimenteren straks. Maar ik denk dat die 250 bij 250 wordt. Oké, hier komt het potkoekje in. Dat is deze. Oké, tada! Nou, volgens mij mag die wat iets kleiner. 230. Dit koekje willen we nog niet zien, want dit koekje moet pas gaan verschijnen op het moment dat je op het koekje drukt. Dus we gaan visible, doen we weg. Ook hier moeten we de naam even veranderen. Koekje Splut. Neem altijd namen waarvan je zelf snapt van, oh ja, dat is dat plaatje. En nu hebben we in wezen dit gedeelte klaar, dus kunnen we naar het Blocks gedeelte. Hier vind je de button terug. Dan koekje klik, dus wat willen we dat er gebeurt als er op het koekje geklikt wordt? Nou, dan willen wij dat koekje image verandert naar het gesplutte koekje. Image, koekje split, picture. Dus nu, op het moment dat je op het koekje geklikt wordt, verandert die in het splutkoekje. Om dat te gaan proberen, gaan we het volgende doen. Je pakt nu je telefoon erbij en je gaat naar de Google Play Store. En daar ga je vervolgens, zoek je daar naar App Inventor. En hier heb je hem al, de App Inventor Companion app. Die wil je. Nou, ik heb hem al geïnstalleerd, maar dit is de app die je gaat installeren. Als je de App Inventor app opent, dan krijg je dit scherm. En hier drukken we op Scan QR-code. Dan gaan we hier in App Inventor naar Connect.
Admin Hacker Companion. En dan verschijnt daar ook de QR-code in beeld. Die scannen we. Dan wachten we even. En dan hebben we nu onze app die we net geprogrammeerd hebben. Als het goed is, als ik nu hierop klik, dan krijgen we het refresh-boekje. Hey, dat is gelukt. We hebben zojuist een app ontworpen. Voor mij is dit een gedeelte van een grotere app. De grotere app heet Bubbeltjes Plastic. En dat begint dat je allemaal bubbeltjes plastic kan poppen. En als je de juiste bubbeltjes popt, dan voer je een soort van code in. En dan krijg je als extra Easter eggs, bijvoorbeeld zo'n koekje om te crashen. Maar er zitten ook andere dingen in. Eieren die je kan pletten, tomaten die gesplukt kunnen worden. En dat soort leuke dingen. Als jullie nog leuke dingen hebben om in mijn app te pletten, schrijf het hieronder. Vond je dit leuk? Geef het een like. Wil je vaker dit soort filmpjes zien? Subscribe en vergeet het belletje niet. Tot volgende keer!